Jongens, kom, ik heb het over gym. Jij had al gym. Op de middelbare school had je één keer in de week je gym. Ging met de hele klas ging naar de gymzaal. En dan kwam de gymleraar. Dat is net als een badmeester, alleen in principe blijft hij met zijn poten van je kinderen af. En dan ging je lekker gym. Ik had een stukje merchandise bedacht. I went out with Ben O'L. All I got was a lousy badmuts. Niet echt gaan lopen. Nou, slecht idee, moet je weggooien. Dat geeft niet. Ik heb het over gym. Eén keer in de week ging je naar gym, toch? Met de hele klas. Gymmen. En? Was geen vraag. Maar leuk, zullen jullie ja zeggen. Maak mij geen reet uit. Ja. Ik begrijp ook, als ik ademhaal, komen jullie ertussen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dus, ik heb het over gym. Eén keer in de 2-3 maanden had je bij gym een test voor een rapportcijfer. En één van de mogelijke tests was natuurlijk... de Coopertest. Waarom zou Dolph zo gaan staan? Ik vind het leuk dat je antwoord geeft, maar laten we wel het antwoord in enig verband brengen met de vraag, anders staat het echt nergens op. Jongens, ik denk, ik hang ze op, ik maak het makkelijk. De touwen. Ik hoorde daar zelfs eentje roepen, apenkooien, opflikken, dat gaat erom. Aan de andere kant, de Coopertest, als je zo 12 minuten kan hardlopen, verdien je wel een voldoende, wat mij betreft. De touw. Eén keer in de 2 maanden hing er verspreid over de gymzaal een 12-tal touwen. Die zaten bevestigd aan het plafond, anders zou het een wonder zijn. Oké. Okay. Waar het om ging. Eerste fluitsignaal klonk ongeveer zo. Zoek een touw. Tweede fluitsignaal, klim op de knoop. Derde fluitsignaal, klim omhoog, tik het plafond aan en weer naar beneden. Wat kan je gebeuren? Nou, laat ik het puur over mezelf hebben. In mijn geval vrij veel. Mijn eerste probleem kwam eigenlijk op het eerste fluitsignaal. Ik kon heel vaak kon ik mijn touw niet vinden. Ik kon echt überhaupt geen touw vinden. Dat kwam met z'n in de kleedkamer voor gym eigenlijk altijd mijn bril afpakte en had ik überhaupt geen idee bij welke les ik verzeild was geraakt. Maar goed, ik werd vaak door een vriendje naar een touw geleid en dan stond ik, this is my rope, motherfucker, make my day. Oké, tweede fluitsignaal, klim op de knoop. Ik ga jullie vertellen, ik vond zo'n knoop vrij hoog. Ik ga nog eens vertellen, ik vind zo'n knoop nog steeds vrij hoog. In die jaren, ik was jaren 14, 15, ik kwam niet zonder hulp op de knoop. Er werd een stoeltje gehaald, een kastje, een tafeltje, een gymleraar en Dolph klom op de knoop. Nog goed en geen godsdienst was. Op dat moment, derde fluitsignaal. Derde fluitsignaal, waar ging het om? Omhoog en naar beneden. Om me heen, 11 vriendjes, zonder moeite. Sommigen deden volstrekt onnodig. Tarzan. Oké. Eén vriendje van mij, die was hier. Ging met één hand, ik zweer het je, één hand. Bovenaan gekomen, Jansen, homo. Prrr. Ja, ha, ha, ha. Is mijn jeugd, hè, waar ik het over heb nu, hè. Mijn beste vriend, althans tot die dag, ging op touw nummer 1, ik zweer het je, zonder handen. Bovenaan gekomen, mocht toen nog, prrr, naar beneden. En ik stond 2 minuten op een knoop. Na 2 minuten werd ik uit mijn lijden verlost door de gymleraar. Die zei, Dolph, beter worden toch niet, ga maar terug naar de bank. 6 min. Ik zie de schok in jullie ogen. Ja, 6 min. Intellectuele zaal. 6 min. Laag cijfer. Ja, ja. Ik vertelde dit verhaal een paar maanden geleden in Roermond. Die hele zaal keek me aan. Hebben wij een nooit gehaald? Nee, dat begrijp ik ook al. Daarom woon je ook hier. Ik maak me ook zorgen over het begrotingstekort en over bezuinigen. Tuurlijk wel, tuurlijk wel, tuurlijk wel. Maar ik ben een sociale jongen. Ik wil niet de armere aanpak. Ik wil gewoon eerlijk delen. Eerlijk delen. Bezuinigen, tuurlijk wel, maar eerlijk delen. Ik zeg Limburg, hek eromheen, verkopen aan de hoogste bieder. Daar ben ik voor. Daar ben ik voor. En dan verkopen we het als Maxime van Hagen thuis is. En dan gaat het beetje, want gaat daar naar een huis. Gaat een huis in Saint-Tropez. Gaat een huis in Saint-Tropez. Maar het echte Saint-Tropez, niet zo'n ander dorp waar dan in België ligt, toevallig ook zo heet. Weet je wel, Saint-Tropez. Maar echt.